Nu komt dat moment dat je je oren moet spitsen voor elk klein geluidje. Volume 10 harder. Ja, dat is een goeie. Ah! Hey! Hallo mensen van Marnikur, welkom bij deze New Age van Z1. Ik ben vandaag met Rudimentaire. Je hebt mooie billen. Wat de hel? Dankjewel. Oh my god. Wat heeft dit te betekenen? Ja, ik kies die naam zodat ik goede complimenten krijg voor mijn billen. Nee, dat is een hele goeie. Ik zou het ook wel, ik zou het wel weten. Het gaat vanzelf, hè? Landen we eigenlijk al bij elkaar, want we hebben helemaal niks gezegd hierover tegen elkaar. Nee, we zijn echt totaal niet tactisch bezig, maar hey, ik volg jou gewoon, man. Hey, ik zie jou helemaal niet eens. Daar is hij, hoor. Oh, ik vind hem meteen een AR, nice. Ja, ik ook. AR, oh, Magnum. Okay. AR, ja, sorry, backpack. AR. Jij met de pro. AR kan ook. We moeten even van die naampjes hebben voor in de... Dat is duidelijker. Dus geen AR helemaal... of AR, maar dan echt geweer. Ja, echt een ARI of zo, ik weet het niet. Ik zie hier wel een, wat is het, smoke grenade liggen, maar die gebruik ik eigenlijk nooit, jij wel? Ik gebruik ze alleen als getaway eigenlijk. Aha, dus echt, een soort van Batman. Echt het conflict, ja. Dat is mijn Batman move, dus wel bam. We hebben een auto nodig. Misschien moeten we die eerst gaan zoeken. Ik heb al best wel goede spullen, ik heb al zelfs al zo'n backpack. Ja, een auto gevonden. Nu al. Maar dat is een slomme! Ik heb nog een AR en... Oh, twee! Ik kan het niet uitspreken. AR. AR. Ari. Ari! Twee Ari's liggen hier en een military backpack als je wil. Ja, daar moeten we ook een naam voor hebben. Een Millie. Een Millie. Ik heb helemaal geen mensen gezien. Ik heb er totaal niet op gelet. Het is vrij rustig, ja. Hey, nog een ducttapeje voor jou als je wil. Hé, hey, nog één. Lekker. Oh, ik hoor iemand. Ben jij dat? Oh, ik hoor een auto. Wat? Nee, dat ben jij. Je bent een dom. Yeah. Ik ben eigenlijk helemaal ready, maar ik heb maar één medkitje. Dus dat is nog een beetje... Ja, ik heb ook gewoon geen medkit. Heb je al van die mooie sneakers, van die snelle schoentjes? Nee, die heb ik ook nog niet, trouwens. Hey. Oh, die liggen hier in mijn huis. Ik neem ze wel mee voor je. Oké. Nou, dankjewel. Vriendelijk van jou. Ik weet het. Ja, het is wel vriendelijk. Ja. Waar gaat er naartoe, man? Ja, we gaan steeds hoger aan. Voor het eerst mee, je gaat helemaal piepen en zo. De eerste keer dat we echt samen opnemen. Ja, ja. Oh. Ja, what the fuck. Ik schrik de hele tijd voor die auto van jou, man. Hij heeft een eigen wil, hij is helemaal doorgereden. Ik zag het, ja. Wow. Maar de eerste keer dat we opnamen, ja, dat was niet echt opnemen samen. Dat was in Parijs. Je ging wel vaak dood, hoor. Je ging wel vaak dood. Ja, ik had het allemaal verpest. En jij had het met die hele... Ja, laat maar, we gaan het er niet over hebben. Ik heb nog boots voor je. Booties. Nice. Het gaat echt lekker, hè? Ja, totdat ik mensen tegenkom en doodgaan. Ja, als we mensen tegenkomen is het meteen voorbij. Yep, ik hoop dat je me carryt. Ik dacht dat jij mij zou carryen, dat jij een goeie zou zijn. Daar hebben we nooit over gehad. Je weet dat ik niet dit hebben we niet afgesproken. Ik ga wel even heel veel bandages maken, want die dingen kom ik altijd tekort. Ja, dat ga ik ook doen. Goeie tip. Ik ga het gedaan. Dat is dan 10 euro. Ik moet ook brood kopen en zo, ja, hoe noemen ze dat? Ik kan ze ook craften voor je in Minecraft. Oh, Minecraft. Ja. Doe je dat ooit? Nee. Heb je dat? Ik heb het vroeger wel eens gespeeld. Oh, nou ja. Toen deed ik gewoon even survival met mijn broertje en toen, ja, dat was leuk. Moeten we ergens heen? Even kijken, want ik heb hem vergeten. We zijn echt redelijk veilig. We zijn er zo, zeg maar, vooral met de auto. Ja, we kunnen ook naar het hockey gaan van de stad. Of wat is jouw, wat doe je altijd? Ga je altijd een beetje schuilen? Ga je altijd een beetje naar actie zoeken? Ja, op zich vind ik conflict het leukste, maar... Maar ja, winnen ben is ook niet wel leuk, hè? Super goed in altijd, want het spel is gewoon niet eerlijk. Hé, hey, ik zie hier nog een betere auto, of niet? Dat hem? Zo'n truckie of zo. Ja, nee, zo'n jeepie. Een jeepie. Ja, hey, een politieauto! Ja, wow! We kunnen allebei een eigen auto pakken. Is dat slim? Lekker. Nee, pakken we allebei een eigen auto of wat doen we? Is wel leuk, toch? Eigen auto? Pak allebei een eigen auto. Laat die jeep gewoon hier, of die pick-up hier achter. Ja, super. Ik ga nog even dit huisje leeg plukken. Ja, is goed, hoor. Ik ga even een rondje rijden. Is dat slim? Hey, veel plezier. Het is heel rustig hier in de stad. Het is niet er is hier helemaal niemand. Alle deuren zijn nog dicht. We zijn gewoon de enige hier. Hoe dan? We zijn in de stad geland. Bij de... Ja, ik vind het ook een beetje weird. Maar ja, dat ben ik. Hier zijn we wel spoken. Oh, nog een Ari. Hey Ari. Hey Ari. Ik wil wel actie, maar ik ben even gehypnotiseerd door een schilderij van een hondje. Wat? Een hondje? Ja. Oh, oké. Nou, ik neem een bakje mee en ik kom eraan. Ja, dan moeten we mensen doodmaken, hè, zodat we... Oh. Ik heb je politieauto gekust. Ja, het gas is er nu, zeg maar, zo goed als. Shit, ik zat helemaal niet meer op te letten. Oh, man. Ja, waarom doe je dat al niet? Ja, nee, okay, weg. Waar moeten we heen? Even kijken, we moeten naar zout. West? Ja, west een beetje aanhouden. Ook, ja, een beetje zuidwest, ja. Beetje zoutig. Oh, dat is wel een mooi bokje. Woe! Doe jij. Oh! Mooi. Ja, mooi. Je ging goed. Hell yeah. Oh, jij bent... Godsamme, jij bent veel beter in rijden. Ben je gebotst? Oh, man, ik kijk naar jou. Oh, man, man. Ja, god. Nee, gaat goed. Passen we hier doorheen? Ik wel, jij niet. Oh, makkelijk. Oh, dat ging net. Huh? Ja, ik ben breder, man. Oh, ik faalde vooral. Nice. Oh my god, wacht. Nou denk je echt dat ik noob ben, auto, maar auto, wacht. Auto. Vijandelijke... Rennen, rijden, racen.
En wat moet ik nou doen? Ja, alles! Oh, nee! Kom me halen. Never mind. We gaan er achteraan. Geronimo! Yeah. Oh, shit. Oh, mijn god. Ze zijn uitgestapt. Oh, shit. Ja, dit wordt ons... Nee, nee. Oh. Oké. Okay. Ik ben uitgestapt. Overlevend! Oh, oh, schiet me, wow, ik had hem bijna neergeschoten, die man. Hij bloedt heel hard. Oh, ik heb één kill. Oké, nice. Help me! Ja! Lekker, Lekker! Oeh, dat was wel intens. Wow, we zijn goed, man. Ja, blijkbaar. Was het geluk? Was het geluk? Nee. We zeggen gewoon dat we goed zijn. Dat weten ze toch niet. Nee, de knippen we eruit. Hè? Ja, we zeggen gewoon dat we zo goed zijn. Oh, dat is dan de politieauto. Heel gek dat hij hier zo random staat. Maar hij is wel bijna kapot. Misschien zijn ze gewoon weggerend. Ik zie geen tasje liggen. Mm. Ja, laten we maar gewoon gaan. Ik vertrouw niet. Ja, airdrop. Niks. Durf je dat? Ja, we kunnen het proberen, maar het is wel risky, hoor. Het is wel of heel het slim risky. Is het tweede, maar laten we het doen. Laten we even scouten of er iemand... Oh, maar hier is ook die suburb. Oeh, dat woonwijkje. Wow, oké. Oh, bombs away. Hier is actie. Ben je er klaar voor? Nee. Oh, ze zit daar recht voor ons. Ja, hier staat de politieauto. Daar. Oh, ik ga maar ver weg, ik kan ze niet raken. Ook, oh, raakt je hem nou? Ja, ik heb hem geraakt. Magnum is heel accurate. Oké. Okay. Wauw. Alleen ze schoten op iemand anders, dat is het probleem een beetje. Ja, maar ze gaan nou dus op dat ding af en wij... Ja, we kunnen ze van achter... Oh, er wordt zoveel geschoten. Dat wordt echt onze dood als we dat doen. Er zijn nog mensen. Ja, ik denk het wel. Oh, bommen. Wel! Ah! Oh, gelukkig. Oh. Oh, ik dacht die komt echt bij ons omdat hij over ons heen vloog. Ik werd wel heel erg bang. Oh, hier staat iemand. Achter die steen gewoon, joh. Oh! Got him! Heel vaak geraakt. Nice. Dan zal hij heel hard bloeden. Yo, hij is dood. Nice, man. Yo, zo doet hij even. Oh, waar is die vliegtuig? Bommen. Oh nee. Oh, ik hoor ze! Oh, wat? Oh, huh? Oh, ik hoorde alsof ze super dichtbij waren. Ja, dat is zo verwarrend. Wow, ik ben nog nooit zo goed bezig geweest, Marnik. Ik weet niet Nee, ik dacht... Je lijkt net alsof je super goed bent. Oh, dat was een sniper shot. Hoorde je dat? Ja, ik hoor hem. Oh, die sniper is heel dichtbij. Zit hier in het bos ergens. Maar waar schiet hij op? Niet op ons, toch? Nee, maar ik hoop dat hij dood is. Je hebt mooie billen. Dank je. Hoe komt dat nou weer vandaan? Ja, jouw naam! Oh, ik dacht dat je naar me binnen keek. Nee man, godverdamme. Ja, ik wil nu eigenlijk wel schieten. Mijn triggervinger is een beetje aan het kietelen. Krabbelen. Wat is dat nou weer voor iets? Ik weet het niet. Even kijken, we zitten hier best wel goed nog. Nee, ik zag echt iets daar. Nee, daar rechts. Hè, was dat nou een schaduw? Of nee, was schaduw van het vliegtuig misschien? Oh. Oh, wauw. Jeetje, ik schrok me helemaal kapot. Voor de hartaanval, hè? Ja, nee, ja, geen dank. Ja, doe het graag. Oh, oké, dat vind ik wel lief van je. Het is wel echt helemaal rustig geworden. Het zijn nog 14. Te rustig. Oh, godsamme. Hey. Al die kleine rotkampjes zijn geloot. Maar dit is echt aan de rand van de map. Ik was tegen dat hekje aangebotst. Ja, kom op. Je hebt je rijbewijs toch wel? Ja, 6 jaar of zo. Dus ja. Wauw. En zelfs dan rij je tegen een hekje aan? Hé, hey, dat ziet eruit als een mooie hutje. Dit is ook al geloot. Zit je nou voor onderwerp te veranderen? Ja. Ik wil dat er niet over praat, oké? Ik snap het. Oh, wow. Ik schrok, waar is de drop? Hij zit helemaal daar aan de andere kant van de meer. Zo verwarrend, ik dacht dat hij hier ging landen. Erop af? Ja, laat even kijken, we kunnen toch nog wegrijden. Alhoewel, jij kan hier wegrijden met je auto die bijna kapot is. Is het slim? Doe uit, je bent maar achter, oké? Oké, doei! Oh, hier is hij gewoon! Is het wijsheid? Nee, pak hem snel. Ik ga kijken. Oké, we zijn dicht bij dat dorpje is dit ding. Oh nee, het vliegtuig. Ah, daar zit geen... Daar zit geen sniper in. No! Oké, go, weg! Ah! Oh! Weg! Nee! Go! Nee! Ik hoor het! Oké, makkelijk. Ja, maar dat was precies op de crate. Het rondje is heel klein. Een goeie man. Ja, het is alleen maar deze zone. Het kan best eindigen hier bij dit dorpje. Dat zou best wel rot zijn. Al mijn campers en zo. Ben jij nou ben je achteruit? Ja, ik denk, we hebben even niks te doen. Oh, ik hoorde iets. Wat was dat? Oh, dan ben je... Godsamme. Wat was dat? Huh? Ik schrok me helemaal kapot. Hier aan de andere kant van de berg. Oh. Daar reed hij. Oh, hij is zo dichtbij. Ja, ik heb hem keihard geraakt. Oh, shit. Oh, groen. Ah, wat doe je? Oh. Oh, shit. Ik schrok zo even schreeuwen, hoor. Ik was er niet. Ik zweer. Smoke. Beweegt hij nog? Nee. Ja, sorry. Nee, ik schreeuwde heel hard omdat ik schrok. Omdat ik dacht dat ik eventjes dood ging. Maar ik heb wel goed geraakt, dus hij is weggereden om even te healen.
Okay, het zou echt slim geweest zijn als we hem volgden. Ja, maar er zitten hier zeg maar nog 10 andere mensen buiten ons. Laten we ze gewoon in de achtertuin parkeren. In de richting dat, van Noord, zodat we weg kunnen rijden. Jij bent echt heel slim. Hier zit sowieso iemand in. Oké, okay, ik heb een beetje vertrouwensissues nu. Ja, nee, dat snap ik. Sorry dat ik dat heb gecreëerd. Nee, dat doe jij niet. Dat doet dit spel. Ah, nee, oké. En jij een beetje, maar vooral het spel. Wat nou? Oké, ik heb een shotgun erbij gepakt. Ik word serieus. We worden echt gebackstabbed straks. Of nee, dat is niet eens backstabben, dat is gewoon... Backshooten. Nu komt dat moment dat je je oren moet spitsen voor elk klein geluidje. Volume 10 harder. Ja, dat is een goeie. Ah! Hey! sorry. Oh mijn god, we zitten er middenin nu. Ja, okay. We zitten er echt middenin, zonder grappen. Die twee die komen ook sowieso hier naartoe. Oh! Dat is op onze politieauto's. Ja. Hop. Oh mijn god. Ik zie je. Oh, die rijden hier zoveel auto's, joh. Ja, ik hoor ze ook allemaal. Dit is niet goed. Ze zijn uitgestapt. Wow. Holy shit. Dat was heel dichtbij. Oh ja, ik zie hem. 10 seconden moeten... Wauw, ik zie zijn kopje uitsteken. Ik kan hem zo hard neerschieten nu. Maar dan weet die andere waar we moeten zo hard gaan rennen, hè. Gebruik een medkit, wanneer het gas losgaat. We gaan via de achtertuin, denk ik, hè. Ja. Mag ik hem neerschieten? Nee, dat... Ja. Dan moeten we gewoon keihard erop gaan rennen. Holy shit! Oh, hij heeft me geraakt, hij heeft me hard geraakt. Jezus, wie? Kan nikken. Ja, tegenover ons. Ja, maar ook op de voor iemand, ben jij dat? Nee, ben ik niet. Heb hem! Maar lekker. Oké, go. Ah, fuck, er is nog iemand in het huis! Oh, jeetje. Oh, je hebt hem! Ik had 2 kills, jij hebt er ook 2 nu. Je kan er nog veel meer maken. Wauw. Yo, nee! Oh, nee! Man. 5e, jammer. Nou ja, 5e zijn het dus geworden. Ja, is zeker. Ik ben trots. We waren goed samen. We waren best wel goed samen. Veel kills gemaakt. Dus jongens, nou laat een like achter. Check het kanaal van Rudimentair uit. En tot de volgende keer maar weer.